Goedemorgen. Oh, ik vergeet iets. Zo kun je me straks beter horen, let op. Goedemorgen. Welkom bij de Mandela Academie. Mijn naam is Kim Vermeer. En ja, daar ben ik weer voor je wekelijkse dosis inspiratie in de wereld van het mandela tekenen, zullen we maar zeggen. Donderdagochtend, elke donderdagochtend live om 10 uur. Wat ik tegenwoordig doe, ik weet niet of je me al volgt op Instagram, Mandela Academie, maar dan zet ik eigenlijk vlak voor de uitzending alvast een kleine foto van het ontwerp dat ik live voor ga doen. Dat doe ik iedere donderdag. Dus als je me nog niet volgt op Instagram, Mandela Academie, hartstikke leuk. Er zitten trouwens heel veel volgers van de Mandela Academie ook op Instagram, dus dat is wel heel erg leuk. Daar kun je dan ook elkaars tekeningen zien. Goedemorgen, ik zie het. Nou, alle trouwe kijkers zijn alweer binnen. We zijn nu alweer met meer dan 30 man. Ik vind het zo leuk. Volgens mij zitten jullie met z'n allen gewoon met een kopje koffie of thee en een koekje of een ontbijtje te wachten. Misschien zelfs met je tekenspullen klaar totdat de Mandela Academie begint. Bij Caroline regent het. Nee, hier niet. Hier is het prachtig weer. Het is 10 graden kouder dan vorige week, maar mag de pret niet drukken. Als we willen tekenen, maakt het niet uit hoe warm het is en of het droog is of zonnig. Vorige week. Ik ga eerst het voorbeeld van deze week laten zien. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Kijk, dit is wat ik zo dadelijk voor ga doen, nadat ik de inspiratie van vorige week heb laten zien. En dit ontwerp is geïnspireerd op, dat is een beetje dom, op een foto die ik zag op Instagram van Mandalisa. Die kun je daar volgen, alleen die foto staat op mijn telefoon en deze uitzending doe ik met mijn telefoon. Dus ik kan het je nu even niet laten zien, maar ik zal hem straks wel eventjes in een reactie plaatsen. Dag Jolanda. Ik heb hem niet helemaal nagemaakt. Hij is erop geïnspireerd. Het midden heb ik gekozen. Ik heb deze vorm gekozen. En daaromheen ben ik net iets eerder geëindigd dan zij. Want hij werd mij te druk. Maar ik zal je straks het voorbeeld laten zien. En dan kun je altijd ervoor kiezen of je haar ontwerp wel verder volgt. Zij maakt digitale ontwerpen op de computer. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik heb hem nu met de passer in de liniaal nagemaakt. Dus deze gaan we straks doen. Dat. En vorige week hadden we natuurlijk deze. Even zo uitgewerkt, ongeveer deze. Dat was vorige week. En daar zijn jullie massaal mee aan de slag gegaan. Ik had een beginnersmandala genoemd. Omdat ik dacht dat het een goed ontwerp was met veel hulplijnen. Waar iedereen mee aan de slag kan. Beginners, maar ook, hi Emmeke, toch de gevorderde. En toen schreef Ria, ik teken al 20 jaar mandala's. De beginnersmandala is zeker leuk om te doen. Dus die had hem ook gemaakt. Ik zal even kijken of ik die erbij kan pakken zo dadelijk ook. Om je te laten zien dat iemand die al 20 jaar mandala's tekent, ook de beginnersmandala een heel leuk ontwerp vond. Moet het heel even meewerken hier. Iedere week weer spannend. Goedemorgen Fred. Hi Mariska, leuk dat je erbij bent. Mariska vindt het een cool ontwerp. Ja, vond ik dus ook. Vandaar dat ik hem gewoon beter goed gejat dan slecht verzonnen. Lucia, goedemorgen. Riet, Henny, Geertje, Linda, ook gezellig. Hey. Mariska Eeltje is erbij. Nelly, Ineke, Brenda, Anneke. Geertje had ik al gezegd. Debbie is erbij. Nou, superleuk. Moet ik heel even weer naar beneden scrollen. Ziet er voor jullie heel erg raar uit. Linda zegt ook, de beginnersmandala was heel leuk om te maken. Nou, die van Linda die komt ongetwijfeld ook even langs. In ieder geval morgen in de collage. Want ik heb alle tekeningen weer verzameld. Hoop ik. Ik hoop dat ik deze week niemand vergeet. Vorige week was ik weer iemand vergeten. Deskims. En dat is dan echt vergeten. Dat is niet bewust weggelaten. Helemaal niet. Caroline vond ook de beginnersmandala fantastisch om te tekenen. Was hij ook. Ik vond hem ook heel leuk. Ik kom zelf zelden nog eraan toe. Maar ook ik heb hem gewoon lekker zitten inkleuren. Want meer dan dat hoeft het soms niet te zijn. Hè? Ga ik heel even kijken om er een paar aan je te laten zien. Want het is niet altijd zo dat je dezelfde lijnen moet zetten. Er zijn mensen geweest die hebben lijnen een beetje verbogen of andere dingen erin getekend. En daardoor krijg je een hele andere mandala. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Eens even kijken. Eeltje had er een paar gemaakt, zei hij. Die vond het heel erg leuk om te doen. En hij heeft onder andere, kun je dat zien? Deze getekend. Leuk met die vorm erin. Krijg je echt zo'n opening hè, in dat blad. Goed gedaan hoor. En dan die rechte vorm zo er weer omheen. Heel goed gedaan, mooi gelukt. Even kijken. Mariette is gaan vlechten. Die heeft, dat hebben meer mensen gedaan, heb ik gezien. De lijnen die elkaar kruisen, heeft ze laten vlechten. Nou ja, als je nou denkt, hoe doe je dat dan?
Dan moet je eens heel even naar mandalaacademie.nl gaan. Er is een gratis cursus. Dan laat ik je de basis zien. 3 lessen. En als je dan door wil, dan is er een online cursus. Een betaalde cursus waarin je heel erg goed leert vlechten. Leer je alle basisbeginselen, maar ook vervolgens ga je door. Ga je tot jezelf vlechtontwerpen kunt maken voor randen in je mandala. En dat zijn gevlochten randen. Daar gaat het eigenlijk om. Die kun je daar dan ook volgen. Maud, Sterre en Guusje zijn bij oma. Dag! Zo leuk, mijn moeder kijkt. En ik zie dat de hele familie zit nu achter de computer. Maud, Sterre, Guusje, hi! Waarschijnlijk is het nu een rommeltje daar aan tafel. En Guusje kennende ligt nu de computer waarschijnlijk op zijn kant. Kijk, dit is bijvoorbeeld van Letty. En Letty heeft hem niet ingekleurd, maar die heeft deze tekening volledig opgevuld met allemaal patronen. Leent zich dus uitstekend voor het zendengel tekenen. Of zendala's invullen. Die van Hing is ook iets anders geworden. Kijk eens naar het midden, hoe mooi. Ja, hij is helemaal mooi, maar dat vooral in zo'n vorm is natuurlijk ook heel leuk aan de buitenkant. Want je hoeft niet alleen de vlakken in te kleuren. Je kunt ook vormen erin doen. Kijk, Sharon. Ik weet nu hoe het uitspreekt. Ik heb haar vorige week per ongeluk ontmoet. Dat was wel heel erg leuk. Sharon komt uit de buurt van Heerenveen. Ik kom uit de buurt van Hilversum en we hebben elkaar in IJsselstein per ongeluk ontmoet. Hartstikke leuk. Kijk, zij is met gelpen en metallic lak aan de slag gegaan. Dus echt zo'n bling bling mandala krijg je dan. Even kijken hoor. Fred heeft hele felle kleuren gebruikt. Heel mooi. Het lijkt haast stift. Is het niet. Hij heeft het ingekleurd met, als ik me goed herinner, Derwent. Nee, Faber-Castell Polychromos heeft hij dat gedaan. Kijk. Nou, mooie gem in het midden. Ook die lijnen gevlochten. Fantastisch. Sonja, je bent niet in Parijs, zie ik. Je zit in Engeland. Nou, fantastisch. Anneke, leuk dat je er live bij bent. Even kijken hoor. Ja, de kindjes kijken inderdaad altijd bij oma. Vooral in de vakantie, denk ik. Leni deed de opvulling met kleur en patronen. Even kijken, kan ik je dat dan kijken? Heel gaaf. Dus dat kun je ook weer combineren. Je kunt natuurlijk alle kanten ermee op. Hè. Die van Marta vond ik erg bijzonder. Omdat ze juist veel wit heeft gelaten. En een paar van die knalkleuren zo. Bam. Dus die spat dan toch ook wel van papier. Ondanks dat er ietsje minder kleur bij zit. Spat die van papier. Roelie heeft hem. Oh, dat is grappig. Want de moeder van Maud, Sterre en Guusje heet ook Roelie. Dus nu zijn ze misschien in de war. Niet mama. Roelie heeft deze getekend. En is ook aan de slag gegaan met die lijnen doorgetrokken. Heeft er hele speelse lijnen bijgetrokken. Alleen maar dit, hè? Moet je kijken wat dat doet met het geheel. Geweldig. En verder weinig kleur heeft het ook niet altijd nodig. Eens even zien. Dan wilde ik nog die van Eveline laten zien. Ja, die vind ik echt jaw-dropping. Jaw-dropping gorgeous, zeggen ze dan. Kijk eens. Zoveel details. Hele mooie schaduwen ook. Ik ben heel benieuwd waar ze dat met, of ze dat met grijs of met toch een soort van bruin tint heeft gedaan. Maria heeft alle lijnen recht gemaakt. Ook heel erg leuk. Krijg je ook een heel ander effect. Ja, deze wilde ik ook graag laten zien van Lieve. Lieve schreef, even kijken, lijntjes en ruitjes. En toen zag ik dit. Toen dacht ik, lijntjes en ruitjes? En dan ga ik inzoomen. Kijk dan. Dat is toch die details. Ja, dat vind ik een heel mooi resultaat. Dat vind ik echt een hele bijzondere rand. Vind ik heel mooi om te zien. Maar ook in het midden heeft ze dat gedaan. Kijk, dat is een leuk idee. Om in plaats van een vlak in te kleuren, dus op te vullen met lijntjes en ruitjes. Even kijken. Marianne heeft 2 lijnen niet bol, maar hol gedaan. Zie je dat? En dat heeft ze volgens mij nog ergens gedaan. Ja, hier. En dan krijg je ook. Nou, het is dus deze mandala. Dat is de. deze mandala. Maar dan net even anders. Tipje. Dus als je gewoon een keertje eigenwijs wil doen. Doen, want je krijgt een hele andere tekening. Even kijken. Want over een hele andere tekening gesproken. Nou, die van Siska. Siska heeft de kleuren door elkaar gekleurd. Zoals ik dat in mijn voorbeeld eigenlijk ook een beetje heb gedaan. Zie je dat? En zij heeft dat ook gedaan. En dan krijg je dus dat kleuren mengen. En dat is een heel leuk resultaat. Dan hoef je helemaal geen lijnen te zetten of zo. Want je krijgt zo meer vlakken. Mooi dat midden wit gelaten ook.
Eens even zien waar ik heen wil. Ja, dan kom ik onderweg die van Monique tegen. Dat is er ook wel heel erg mooi gedaan. Hè? Ook afgewisseld kleur en Zentangle patronen. Als je dat niet kent, kijk gewoon eens op volgens mij tanglepatterns.com. Daar staan heel veel Zentangle patronen die je heel goed kunt gebruiken om mandala's op te vullen. Nou, en dan tot slot die van Linda. Kijk. De beginners mandala, maar met een hele eigen slag. En het leuke is, deze vorm komt vandaag ook terug in de mandala die we gaan tekenen. Mooi, hè? Met die veren. Nou, fantastisch, toch? Dus dat is die van vorige week. Deze week gaan we aan de slag met dit ontwerp. Gebaseerd dus op eentje van Mandalisa. Nogmaals, ik zie dat Fiona zegt, ik volg je nu op Insta. Op Instagram, als je me daar volgt, zet ik iedere donderdagochtend een fotootje van wat we gaan tekenen. Zet ik alvast neer, krijg je een sneak preview. Dat is wel heel leuk, alleen op Instagram. En deze is dus gebaseerd op Mandalisa, die ook op Instagram zit. Ik heb haar daar getagd. Op een ontwerp wat ik voorbij zag komen. Ik heb het aan haar gevraagd. Is het je eigen ontwerp? Mag ik het gebruiken? En ze vond het een grote eer. Dus vandaar. Nou, daar gaan we aan de slag, hè, geloof ik. Nog heel even terugkomend op de wijsheid van woensdag. Woensdag probeer ik een wijsheid te plaatsen. Gewoon omdat ik dat leuk vind, omdat ik het interessant vind. Omdat ik het altijd zo benieuwd ben naar hoe andere mensen denken over dingen. En ik had gisteren de uitspraak dat er geen zekerheden zijn in het leven. Alleen mensen die dingen zeker weten. Nou, mijn wijze vadertje zegt dan altijd, er is maar één zekerheid in het leven en dat is de dood. Daar valt zelfs over te discussiëren. Hoewel, sterven doen we allemaal, zou ik maar zeggen, het lichaam. En dan wilde ik over zeggen dat ik ook in de uitzending van de Mandala Academie niet probeer een waarheid te verkondigen. Er was vorige week een commentaar van iemand die schreef dat ik niet academisch les gaf op de Mandala Academie. Nee, dat sla je ook wel een klein beetje de plank mis als je mij vraagt. Maar ik ben die discussie ook niet aangegaan. Die verkondigde zijn waarheid aan mij als de waarheid. Dan heb je geen discussies. Ik wil graag in het leven openstaan. Openstaan voor de mening van andere mensen, voor de view van andere mensen. Zodat ik, ook al denk ik ergens over, misschien onbewust zwart-wit, dat ik ineens kan denken, oh, maar zo kan het ook. En dan kan je een ander pad inslaan. En dan kan er van alles gebeuren in je leven. Als je anders naar de dingen gaat kijken, dan komen er veranderingen in je leven. Dus als je ergens vast zit, of je zit vast in een denkpatroon, bewust of onbewust, dat kun je ook vaak uit mandala tekeningen halen. Dat leer je in de basiscursus, hè. In de basiscursus online zijn oefeningen om uit vaste patronen uit je leven te komen. Maar als je ergens vast zit, praat dan eens met andere mensen. En vraag gewoon eens, hoe denk jij daarover? En vraag dan of ze alsjeblieft eerlijk willen zijn. En niet zacht en lief en mooi ingepakt met een strikje. Maar gewoon hun eigen eerlijke mening. Nou, dus er is geen zekerheid. Er zijn alleen mensen die het zeker weten. Soms is het fijn om dingen zeker te weten. En soms is het ook heel fijn om achter te komen dat zelfs dat wat je dacht zeker te weten helemaal niet zeker was. Soms is het niet fijn. Zie je? Zelfs dat is ook weer niet zeker. Nou, we gaan tekenen. Deze gaan we maken. Ik doe dat op 20 bij 20, als ik mijn blok kan vinden. En dat komt overeen met Dat komt overeen met A4 papier. Dus de maten die ik ga noemen. Als je op A4 tekent. Marijn zegt, wij noemen dat bedweters. Ja. Als je op A4 tekent, dan kun je dezelfde maten aanhouden als die ik nu ga noemen. Als je op A3 tekent, dus groter, dan moet je de maten die ik aanhoud maal 1,5 doen. Dan kom je er ook. Ik ga de camera draaien. Een 16 verdeling gaan we doen. Daarvoor gebruik ik deze verdeelcirkel. Dus je denkt, die heb ik niet. Kun je maken. Heel simpel. Ga naar mandalaacademie.nl gratis download. Ga je naar deze afbeelding. Deze. Print je hem uit. Krijg je een tabel en een video bij van hoe je dit kunt maken. En als je denkt, ik snap het nog niet, dan mail je mij, kim@mandalaacademie.nl. En voor 10 euro all-in krijg je deze stevige verdeelcirkel, een set van 2. Want ik heb 2 verschillende maten of verdelingen. 10 euro, kim@mandalaacademie.nl. Als je je naam en je adres dan naar mij mailt, dan stuur ik hem aan je op. Dus de verdeelcirkel, 16 verdeling, gaan we vandaag gebruiken. Ik ga de camera draaien, we gaan lekker tekenen. Zo. Hopla. Dit is wat we gaan doen. Even kijken dat ik het goed in beeld heb.
Zo. Hopla. Tekenpotlood en passer uiteraard. En een liniaal. En dan gaan we eerst de 16 verdeling maken. Althans, ik begin met een kruisverdeling. Dus ik begin met mijn papier in vieren delen. Ik doe dat op mijn vierkante papier heel handig van hoek naar hoek. Als je het midden moet opzoeken van je papier, ik zal het je ook even voordoen, dan meet je je vel in de breedte. Dan zet je op de helft de markering. Dat doe je iets verder naar beneden ook. En dan trek je die lijn. Dan heb je de helft. En dan de helft van deze lijn. En dat zet je ook af aan een buitenkant. Ik zie dat ik iets buiten mijn beeld ga, zo. Hop. En dan vind je ook het midden van je papier als je geen vierkant vel hebt. Nou, ik heb nu al 8 gelijke delen staan door het zo voor te doen. Slim, hè? Dan neem ik mijn verdeelcirkel. Ik neem de lijn waar alle getallen langs staan. Die leg ik op de horizontale lijn. En dan overal waar een 16 staat, geef ik een markering. Zo. Ik doe dat maar op de helft. Je kan helemaal rond, maar je kunt ook nu de lijnen doortrekken door het midden. Dan ben je er ook. Ik doe het nu alvast. Je kunt ook binnen een cirkel verdelingen maken, want straks moet je al die lijnen buiten die cirkel weer uitgummen. Dus kijk even voor jezelf op welk punt jij de 16 verdeling wil maken. Maar ik wil er nu even heel duidelijk voordoen hoe je dat met passer en liniaal en een verdeelcirkel voor elkaar kunt krijgen. Dus mijn vel is nu verdeeld in 16 gelijke delen. Dan ga ik een aantal hulpcirkels trekken. Nou, dan ga ik even wat maten noemen en ik zal ze ook misschien even voor je opschrijven. Dat is wel slim, denk ik. Dan hebben we ze in beeld en dan kan ik het straks heel gemakkelijk. Kijk, ik meet gewoon van mijn voorbeeld af. Ik heb dat helemaal niet opgeschreven, kom ik nu tot de conclusie. Eens even kijken of ik dat nog kan zien. Hopla. Ik heb een cirkel staan op 1 centimeter. Op 2 centimeter. Op 2,5 centimeter. Op 3. Op 3,5 centimeter. Verrassend genoeg op 4. En dan spring ik ook nog naar 4,5, zie ik. De volgende staat op 5,5. Ik ga nu buiten beeld, hè. 5,5. 6,5. En ik heb er nog één op 7,5. Oké, okay. Dus we gaan een hoop hulpcirkels trekken. 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6,5 en 7,5. Ik ga ze gewoon zo dadelijk trekken. Ik ga eerst eventjes hier aftekenen. Dat is hoe ik het nu ga doen. Ik zal je voordoen hoe dat... Ja, dat is voor mij de snelste manier. Dus ik zet een markering op 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6,5 en 7,5. Dat is zo ontstaan. Ik heb dat niet van tevoren uitgemeten. Meestal ga ik gewoon zitten met mijn passer en dan trek ik een cirkel. En van daaruit ga ik doorbouwen. Dat heb ik nu ook gedaan, vandaar dat ik die maten helemaal niet genoteerd had. Nou, dan heb ik die markeringen staan. Dan zet ik mijn passer punt in het midden en mijn potlood tot aan die eerste markering. Kleine cirkels zijn het lastigst. Druk gewoon best even lekker je punt in dat papier. Dat maakt helemaal niet uit. Krijg je maar een gaatje. Het heeft mij nog nooit gestoord. En zo ga ik steeds met mijn potlood tot aan de volgende markering. En trek ik die cirkel. En als je je maten nou iets afwijkend maakt, krijg je ook een hele interessante mandala. Dan worden ik heb ook net de maten die ik net noemde, waren ook eigenlijk niet precies zoals ik het heb gedaan op dat voorbeeld. Daar zag ik ook soms 0,7 centimeter bij zitten, maar hey, dan wordt het wel een erg wiskundig verhaal. En ik weet, ik trek heel gemakkelijk cirkels met een passer. Dat is nog niet voor iedereen die begint even gemakkelijk. Dus neem hiervoor gerust je tijd. De truc is, doe alleen maar dit.
Zet je passerpunt in het papier en draai tussen wijsvinger en duim je passer. Dat is de truc. Ik zal met pen tekenen, want dat maakt het voor jullie net eventjes wat duidelijker. Moet ik niet net als vorige week vergeten de doppen weer terug op te doen. Zo heb ik al heel wat pennen verloren. Kijken of ik een klein beetje kan inzoomen, want we beginnen natuurlijk best wel klein. We beginnen met wat zij had gedaan. Ik weet de echte naam eigenlijk niet meer. Manda Lisa heet ze op Instagram. Ik ben de echte naam even kwijt. Ik weet niet of ze Lisa heet. Dat zou ik nog eens even op moeten zoeken. Dat is wel slordig, maar dat maakt niet uit. Wat zij heeft gedaan is, zij heeft 1, 2, 3, 4 van die boogjes getekend. En dat heeft ze zo rondom herhaald. En dan krijg je dus in het midden een soort van ster. En dit is al best wel een opvulling, hè? Dus of je dit zo wil doen, moet je zelf weten. Want dit is al best wel bepalend voor je tekening. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen even deze te zetten. Of je dat zo opvult, kun je dan daarna nog bedenken. De volgende stap is ook een hele simpele. Eigenlijk het leuke aan deze mandala is dat hij opgebouwd is uit heel simpele stappen. Ik ben nu in het midden van zo'n halve maan begonnen. Waar je begint maakt niet zoveel uit. Als je hier begint is het ook goed. Als je nu denkt, oh jee, dat heb ik niet gedaan, maakt niet uit. Zie je bij de volgende stap waarom dat niet uitmaakt. Dus je gaat tot aan die volgende hulpcirkel zo en je buigt weer af. Of je deze lijnen rond maakt, puntig, of een slinger geeft in het midden, een lemniscaat maakt. Kijk wat je doet. Vanaf het andere punt ga ik nu 1 cirkel hoger en weer naar beneden. Zie je? Dus nu sluit hij aan op deze halve cirkel. Dus ik ga naar de volgende hulplijn. Ik heb hier de eerste, hier de tweede. Oh, dat doe ik buiten beeld. Ik zal het zo even nog een keer voordoen. Nu kom ik weer in beeld. Ik zal zo uitzoomen. Dus ik ga hier naar de tweede hulpcirkellijn. En weer terug. Dit is de eerste hulpcirkellijn. Dit is de tweede. Ik was even vergeten dat ik ingezoomd had. Gelukkig is de mandala rond. En krijg je het altijd toch weer wel te zien. Kijk, zo. Volgende stap. Ja, we gaan eigenlijk dit proces gaan we een paar keer ongeveer herhalen. We gaan weer vanaf de lijn. Moet ik even kijken of ik het goed doe? Ja, vanaf de lijn waar die eerste geëindigd is. Dus vanaf hier. Niet naar de volgende hulplijn, maar naar die daarna. Zodat die uitsteekt boven deze. En ook hiervoor geldt weer. Doe je dat rond? Doe je dat puntig? Geef je er een krul in of weet ik veel. Maak er je eigen ding van. Het is maar inspiratie. Hè? Het is geen zekerheid, geen waarheid. Zo, dan staan die ook. Bij de volgende wat ik heb gedaan is, toen ben ik in een punt gaan werken. Want toen dacht ik, ja, het wordt nu allemaal wel erg rond. En dan wordt het ook misschien een beetje saaier. Dus weer vanaf deze hulplijn gaan we nu, dus waar die tweede vorm van ons geëindigd is. En eigenlijk eentje onder waar de laatste vorm geëindigd is. En dan ga ik in een holle lijn naar 1 hoger. Zie je dat? En weer terug. Oké, nog een keer. Hop. En weer terug. Dus ik begin 1 lager dan waar we daarnet geëindigd zijn in de vorige ronde. Ik begin er eentje lager en ik ga er 1 hoger dan waar we net geëindigd zijn, nu eindigen. Hop. En draai gerust je papier. Dat maakt helemaal niks uit in dit geval. Ik doe het alleen even niet, omdat het een heel onrustig beeld geeft voor jullie. Zo. Die staat ook. En dat, even kijken of ik het dan goed zeg. Dat ga ik nog een keer doen. Nu begin ik vanaf hier en ga ik tot weer de volgende. Dus ik begin weer 1 lager dan waar we net geëindigd zijn. En ik eindig weer 1 hoger dan waar we net geëindigd zijn. En dat heb ik nog een keer met deze vorm gedaan. Je kan dat dus ook bol doen. Ik kies er nu voor om dat hol te doen.
Ik vond dat een leuk effect. Je kan het ook recht doen, dat je echt een ster krijgt, zeg maar. Dit is een beetje zo'n groeimandala, hè? Zo'n, ja, zoals een bloem in lagen eigenlijk groeit. Zo. Nou, de laatste hulpcirkel gaan we nu aanraken. En daar heb ik er dan voor gekozen om dat eigenlijk niet te doen zoals al die anderen net, maar gewoon ergens te beginnen. Begin ik dan hier? Nee. Ik begin nu halverwege. Ik zal even inzoomen. Deze lijn, dus van die hulpcirkel naar die hulpcirkel, halverwege deze lijn begin ik. En dan maak ik dit af. Dus deze is ietsje meer op gevoel. Ik zal het hier ook nog een keer voordoen. Dus ik eindig wel bij die laatste hulpcirkel. En hoe groot je dan die vorm maakt, dat is dus aan jou. Deze is ietsje moeilijker op zijn kop. Zo, die staat ook. Dan heb ik de lijn, deze, gebruikt. Dus die trek ik eigenlijk gewoon over, die hulpcirkellijn, die één naar laatste. Je kunt nog lijnen verdubbelen, dus je kunt deze bijvoorbeeld nog herhalen. Dat geeft ook een heel grappig effect, dat gaan we straks ook doen. En de volgende hulpcirkellijn, je kunt ervoor kiezen om dit met een passer te doen natuurlijk. Want je hebt hem met een passer ook als hulplijn getekend. Die gaan we ook betrekken in de tekening. Althans ik, of jij dat doet. Again, zelf weten. Zo. Dat is dat deel. Nu moet ik heel even kijken, want nu heb ik hem net ietsje anders, zie ik, dan het voorbeeld. Ik heb hem andersom. Maakt niet zo heel veel uit, maar dan moet ik heel even extra goed kijken waar ik die volgende vorm heb getekend. Ja, boven deze punt heb ik het volgende gedaan. Ik heb daar dit blad vorm getekend. Ik zal zo dadelijk uitleggen hoe ik dat doe, maar kijk even mee. Zo. Ja, dat raakt eigenlijk niet per se iets, zie ik nu. Raakt niet echt een hulplijn of zo. Dat komt ergens tussen deze twee hulplijnen in, komt dat uit. Dus ik teken zo'n soort druppelvorm. En die herhaal ik 3 keer, kleiner, steeds kleiner wordend links en rechts. Rechts en links moet ik zeggen als ik het zo voordoe. Nog een keer. Dus boven zo'n punt, boven deze punt, zet ik een soort druppelvorm. En die herhaal ik. Ik doe dat nog 3 keer aan beide kanten. Vind ik zat. Maar ook hier maak er je eigen ding van. Het is een heel grappige vorm om mee te werken, vind ik altijd. En hoe vaker je hem doet, hoe beter dat hij je afgaat, hoor. Hoe gemakkelijker dat het wordt. En dit is ook die we ongeveer zo net in Linda's tekening zagen. Zo. Zie je? Nou, en die heb ik dan omgetrokken. En daar komt deze hulplijn weer van pas. Dus die één na laatste. Ik heb hem omgetrokken met eigenlijk een beetje zo'n soort platform, zou ik maar zeggen. Die heb ik nog een keer herhaald. Voor het effect. Nou, ik zal de volgende stap ook gelijk laten zien, want dat is wel lekker om dat in één vorm te kunnen tekenen. Dan heb ik hier vervolgens 3 bolletjes nog opgetekend, van iets groter naar wat kleiner. Dus je omarmt eigenlijk deze vorm
Die herhaal ik nog een keer. En dan 1, 2, 3. En die stapelsteentjes. Nou, dat wijst zichzelf verder wel. Hierop heb ik dit gedaan. Een soort vlammetje. En daar heb ik boogjes omheen gemaakt. Nou kun je dat uit de hand doen. Ik heb niet die hulplijn overgetrokken. Ik heb hem ronder gemaakt. Als je nou denkt van ja, maar dan wil ik ze allemaal hetzelfde. Dan zijn er van die dingen op de markt, van die cirkels, zoals bijvoorbeeld deze. En dan kun je ervoor kiezen om zo'n cirkel te pakken. Nou, bijvoorbeeld deze. Er staan dan van die hulplijntjes op. Zie je dat zwarte lijntje? Dat leg ik dan op de lijn van mijn tekening. En dan heb je eigenlijk een soort mal. Nou, moet je hem wel recht leggen, niet zo scheef net als ik, zie je dat? En dan kun je overal van die gelijke vormen tekenen. Dus dat moet je voor jezelf even kijken of je dat uit de hand wil doen. Of met zo'n malachtige vorm. Deze heb ik bij Flying Tiger ooit gekocht. Zo'n cirkelmal. Voor, ik geloof, €3. Dus ja, kijk maar waar je ze haalt. Ik denk dat ze overal wel een beetje te koop zijn. Zo ingewikkeld spul is het niet. En de laatste stap die ik heb gezet was deze. Om dan boven die halve cirkel, zeg maar, weer een beetje een puntige of met bolle lijnen punten te maken. Dit is hoe ik hem hier heb gedaan. Aan deze kant had ik nog wat toegevoegd, want ik dacht misschien mist hij iets, maar ik vind hem eigenlijk zo op dit moment wel fijn. Maar misschien vind je hem niet af genoeg en wil je er nog een vorm omheen doen. Nou, een idee is dan om die bollen te gebruiken. Om van tussen de bovenste en de tweede, tussen de tweede en de derde en tussen die, naar deze hulpcirkel te gaan en dan tegen die vorm aan, is bijvoorbeeld een idee. Dan wordt de mandala, zeg maar, iets ronder af. Zie je dat? Dat is dan het verschil. Dus het is een beetje smaak, voorkeur. Meer dan dat is het niet. Nou. Ik denk dat die wel duidelijk is, toch? Kom ik weer even in beeld. Kijken of jullie vragen hebben gesteld. En dan gaan we daarna nog eventjes een stevig in je lichtkrachtkaart trekken van Fanny van der Horst. En dan zit het er alweer op. Het gaat zo snel. Even kijken of jullie vragen hebben. Kijk, dit is mijn uitzicht. Hi, uitzicht. Daar ben ik. Even kijken. Anneke zegt, die mal is ideaal, die heb ik ook, die werkt prima. Ja, klopt. Astrid zegt dat het leuk is om de mandala te zien groeien, klopt ook. Marije had ze besteld bij Alice. Ja, daar ben ik niet zo'n fan van. Ik vind het allemaal zo'n luchtvervuiling dat het allemaal door de lucht moet komen. Maar dat maakt verder niet uit, ieder zijn ding. Het geluid van de pen over het papier is zo rustgevend. Ja, Linda, dat heb ik ook. Als ik bijvoorbeeld potlood ruik, kleurpotlood, kan je ook ruiken. Dat is ook zo maf. Ellen vindt het een leuke, Chad vindt het een mooie. Even kijken. Nou, Annelies heet ze. Ja, dankjewel. Mandalisa is Annelies. Nu je het zegt, denk ik weer, ja, dat was het. Marianne vindt hem daar spannend uitzien. Even kijken. Nou, zo te zien zijn er dus geen vragen. Of ze het papier ook groter hebben, formaat A3. Ja, hebben ze, Caroline. Even kijken. Volgens mij zijn we rond. Eens even zien. Anneke krijgt telefoon. Krijg later wel terug. Het is een leuke opzet. Dat is het zeker. Marij vraagt, wat zijn de beste kleurpotloden? Ja, ook daarin is geen zekerheid en geen waarheid, waar ik eigenlijk mee begon. Polychromes zijn prima. Iedere zijn voorkeur. Het ligt eraan hoe jij graag kleurt. Zet je stevig aan, zet je dun aan. Wat voor papier heb je? Korrelig, niet korrelig. Ik zou gewoon naar een kunstzaak gaan, een kunstbenodigdhedenzaak. Daar hebben ze allerlei soorten potloden. En ga eens voelen wat voor jou het fijnst is in combinatie met jouw papier. Ik heb alles, ik heb ze allemaal. En ook vaak om ze uit te proberen. En de ene keer teken ik met de polychromos. De andere keer teken ik met aquarelpotloden. Dan teken ik weer met Durbent. Ook met Kohinoors heb ik gekleurd. Hoe heette die andere kringen ook alweer? Nilamis heb ik meegekleurd. Ik heb met Lira's gekleurd. Met alles. En er is geen beste potlood. Er is alleen een potlood wat het beste bij jou past.
En dat kan ik niet voor je bepalen. Kan het ook groter tekenen dan 20 bij 20? Tuurlijk, Anneke. De formaten die ik nu heb gebruikt zijn voor 20 bij 20. Als je 30 bij 30 of A3 wilt tekenen, moet je even alle maten maar anderhalf doen. Inderdaad, maar rondkijken is het beste wat je kunt doen. Ga ik ondertussen even zo'n kaartje van Fanny erbij pakken. Laat je gewoon even informeren, maar laat je niet iets aanpraten. Want wat voor de een werkt, wil niet zeggen dat dat voor de ander ook werkt. Echt niet. Dat is met niks. Dat is ook niet met kleurpotloden. Je hebt gewoon een hele eigen stijl, een hele eigen smaak. Nou. Stineke zegt, dun of dik is wel een verschil. Ja, maar ook dat. Sommige mensen willen heel graag een wat dikker potlood om vast te houden. Ik hou bijvoorbeeld niet van ronde potloden. Of ook weer wel, want de Charisma's zijn dunne ronde potloden en daar kan ik prima mee werken. Dus het is ja, zoveel verschillende mogelijkheden. Het kaartje is getrokken. Dus even kijken wat daar staat. deze is leuk. Nou, deze knoop ik in ieder geval alvast in mijn oren. Niet doen is soms even krachtig en effectief als handelen. Laat je intuïtie spreken waar je iets doet of waar je iets laat. Komt-ie, hè? Niet doen is soms even krachtig en effectief als handelen. Laat je intuïtie spreken waar je iets doet of waar je iets laat. Ja. Time heals anything, zeggen ze wel eens. Je kunt dit op verschillende manieren opvatten. Eén voorbeeld wat ik je kan geven is bijvoorbeeld ook in gesprekken. Soms is niet zeggen even effectief als wel iets zeggen. Soms kun je beter heel even inademen, uitademen en dan denken, ga ik het nog zeggen? Is het nog verstandig? Dat. Maar ook niet doen is soms even krachtig en effectief als handelen. Gewoon, soms moet je heel even afwachten. Of soms moet je heel even kijken wat er gebeurt als je niet handelt. Want door handelen onderbreken we soms ook processen. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden van hoe je deze kunt interpreteren. Niets doen is soms even krachtig en effectief als handelen. Laat je intuïtie spreken waar je iets doet of waar je iets laat. Met die wijsheid van Fanny van der Horst wil ik je een hele fijne dag wensen. Maak er een hele mooie tekening van die we gebaseerd hebben op die van Annelies. Mandalisa op Instagram. Hè. Volg Mandala Academie ook op Instagram als je dat nog niet doet. Mocht je daarop zitten. En ja, dan zie ik graag in de Mandala Maandag je tekening verschijnen. En je volgende week donderdag weer in de live uitzending. Mooi zo. Zie je dan. Geniet van vandaag. Doeg!